De Achtkastelenroute is een prachtige fietsroute van 33 kilometer, waarbij het alleen jammer is dat sommige van de kastelen, die bijna allemaal in particulier bezit zijn, alleen maar via een lange oprijlaan te zien zijn. Kasteel Hackfort ligt in een prachtig parklandschap en stond al in 1324. Als we op het terrein van de Wildeborg komen, worden we allereerst getroffen door een prachtige solitaire boom. Het kasteel dateert al uit 1372 en werd in die tijd bewoond door beruchte roofridders. Kasteel de Kiefskamp is de nieuwste van de acht kastelen. Het is namelijk gebouwd in 1776 en wel in Louis XVI stijl. Het achtste en laatste kasteel op onze route is Landgoed Vorden. Al in 1208 bestond er een kasteel Vorden. De basis voor het gebouw in zijn huidige gedaante werd omstreeks 1600 gelegd door de toenmalige eigenaar Maurits Ripperda. Het kasteel heeft ook een lange tijd dienst gedaan als gemeentehuis van Vorden.